Goeiedag, ook vandaag trekken wolkenvelden over het land. Maar er zullen regionale verschillen zijn, want er zijn plaatsen waar het wel meevalt met de zon. Maar er zullen ook locaties zijn waar de wolkenvelden vandaag overheersen. Wat dat betreft is het geluk hebben om de zon vandaag goed te zien te krijgen. Dus verspreid in het land wel brede opklaringen, maar dus ook wel gebieden met hardnekkige wolkenvelden. Het lijkt wel overal droog te blijven. En een hoge drukgebied ligt vandaag boven het land, en dat betekent nauwelijks wind. En als de zon meewerkt, kan het meteen zo'n 25 graden worden. Misschien in het zuiden nog wel net wat warmer. 26 of 27 graden daar. En ik zei het al, ja, de wind stelt niets voor. Is veranderlijk en zwak. Komende nacht kan er in het westen en noorden een bui vallen. De meeste plaatsen lijkt er nog wel droog te blijven. Het wordt een graadje of 16. Morgen breekt de zon bij tijden door. Misschien valt er een plaatselijke bui. Maar geen verregende dag. En het wordt morgen zo rond 24 graden als gemiddelde over het land. De dagen daarna ja, ook vrij wisselvallig. Zon, wolkenvelden, van tijd tot tijd valt een bui, later mogelijk met onweer. En vanaf dinsdag is het middags zo rond 22 of 23 graden met matige aan zeer soms vrij krachtige zuidwestelijke winden. En de nachttemperatuur tenslotte die komt steeds uit op minimaal een graadje of 15. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.